Ja, ontzettend chic, maar ook wel een beetje donker, veel goud, chic, veel... Chic, ja, dood chic. Nou ja... Dood en dood chic. Vind jij? Ja, maar ik weet het. Wij zijn de familie Sas. Sas, nou ik ben in mijn Sas met de familie Sas. Ja, 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 geweldig. Ja. Ik ben een alleenstaande moeder en heb 6 prachtige kinderen. Het is een drukke, maar gezellige bedoeling bij ons thuis. Ik kan helaas niet werken in verband met de zorg voor de kinderen en leef daardoor van een uitkering. Ja. Natuurlijk, de kinderen hebben hun moeder en elkaar, maar het leven is Spartaans. Alicia kan ze niet alles geven wat ze verdienen. Voor een klein cadeautje met een verjaardag wordt maandenlang hard gespaard. Ik kan wel janken, soms. Ja, nou, dit is dus mijn bed. En ik lig altijd hier in het hoekje, want ik ben niet zo groot, gelukkig. Ja, ik slaap al 3 jaar op de bank nu. Ja, want dat is dan de mazzel hebben van 3 jongens, 3 meiden. Je kan ze splitten. Ze liggen allemaal bij elkaar. Ja, en ik lig dan al bijna 3 jaar op de bank. Maar ze weten mama altijd te vinden. Ja, absoluut. 6:15 staan ze allemaal voor mijn neus. Hoe laat zei je? 6:15. 6:15. Ja. Wil je daar eens aan denken? Nou, daar staan wij normaal nooit op hoor. Ik zeg het maar heel eerlijk. Ik liever ook niet. Nee, jij liever ook niet. Wat vind jij van Gianni Versace glam chic? Ja, ik vind het allemaal een beetje eerlijk gezegd. Want weet je wie Gianni Versace is? Ja, natuurlijk. Ja, ontzettend chic, maar ook wel een beetje donker, veel goud, chic, veel. Chic, ja, dood chic. Nou ja, dood en dood chic. Vind jij? Ja, maar ik weet het. Wat gaan we aan de prijs doen? 275. Ben je koekoe? heb je je hoofd gestoten? Dat budget hebben we helemaal niet. Ja, wat is je budget? Hoor. Zal ik eens kijken? 60. Dan ben je ineens al het geld kwijt hier. We hebben 60 euro. 60 euro. 60, ja, dit hebben we. Voor de dressoir en die 2 palen. Ja. We gaan het doen. We gaan het doen? Ja, we gaan het doen. Top, dankjewel. Okay. Ja, dat was natuurlijk helemaal niet waar. Ik had lekker stiekem geld in mijn zak gestoken. We zoeken iets van Gianni Versace stel. Ah, dan zit je in de verkeerde straat. Oh, dan moet Maar die hebben ze op de feestelijke hoofd ook niet meer, hè? Zijn ze eruit gegooid? Heb jij geen Gianni dan? Nee, een Gianni. Panther of zo? Panther? Ja, dat Panther heb ik wel. Maar die heb ik geen, kijk, die heb ik wel, maar die heb ik geen persoons voor je. Zet er wel van prikkie. Prikkie! Ja. Dat is vanavond weer, hè? Prikken. Nee, het moet nu. Nee, dat bed wordt geprikt. Deze week is alle textiel 50% korting. Nee, niet allemaal. Alleen de roze kleur. Ja, maar wij zijn roze. Oh. Wij zijn allebei roze. Alle roze, dus dat dus als wij er gaan staan, dan kleurt het roze. Kleurt alles roze. Hey, hallo dan, meneer Jansen zelf. Nee, het is Rogier. Oké. Okay. Ik heb de hele nacht over je gedroomd. Nou, ik ben in mijn kopje nog bezig geweest met het behang. Ja. En terecht, want we komen aan vanmorgen en het behang dat pakt dus niet. Oh. Nou ja, het is, ja, weet je, dat kan toch gebeuren? Dat kan, ja. Ja, dat kan. Nee, dat is lekker. Kijk, ik heb de volste vertrouwen in jullie, in jou en Erwin. Dus het komt helemaal goed. Toen de spullen erin kwamen, toen kreeg ik een klein beetje in de gaten wat Rogier me bedoelde. Want ik zag het eerst niet hoor. Ik denk, nou, het is een beetje een dark roomertje aan het worden. En dan krijg ik hele andere maar gedachten. Maar dat ken je toch? Jij kent toch een dark room? Tuurlijk, je weet hoe dat eruit ziet. Jij toch ook? Ik ben er nooit geweest. Nou, ik ook. Niet mijn ding. Jij toch wel? Wel, nee, natuurlijk. Oh ja, natuurlijk wel. Wow. Ga maar kijken. Kom maar, jongens. Kom maar. Schoon mijn huis niet. Ga maar kijken, schatjes. Echt mooi. Mooi geworden. We hebben voor jou een trein gevonden. Kijk eens! Ja, dus dat ga maar kijken. Wauw! Ga maar kijken. Oh, geweldig, zo goed opgevoed. Echt mooi. Ja, het is totaal anders, hè? Echt, dit is echt. Ja, ik kan rijden, natuurlijk. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Wat? En dan kan je zeg maar. Dit is wat is er? Kan je dit uitklappen? Wat is er? Dit is zo'n gordijntje. Ja. Ja? En dan gaan we nu kijken. Gaan we kijken als jij aan die kant staat, Wauw.
kan gewoon ook zo laten staan. Hoor. Ja. Dat gaat precies. Dat kan precies. Ja. Kan precies. Oké, kijk. Dan heb je hier je eigen bed. Wat? Ja, toch? Dat is gewoon wat lekkerder ook. Ben jij, heb je hebt een dubbelbed hier, schat. Je hebt gewoon een dubbelbed. Is dat niet heerlijk? Dat is toch heerlijk? Het is gewoon een nieuw begin, nieuwe herinneringen maken. Alle negatieve herinneringen de deur uitgeschopt nu. Er zit gewoon niks meer bij van vroeger. Het is gewoon een nieuw begin voor ons. We hebben ons best gedaan. Absoluut, meer dan dat. Ik wens jullie heel veel plezier in zijn sanificatiehuis. En dan zijn Frank en Rogier, die zijn nu weg. Ja, we hebben het gedaan. Dus dag allemaal. Prachtig. Dag.